Hey, leuk dat je kijkt naar de Boelenvlog. Mijn naam is Siete Schengelu en ik ben coördinator van de Boelen Beleggersclub. Iedere week zullen we een stelling van de week behandelen en zal ik een beleggingstip delen. De stelling van vorige week luidde dat het allemaal in de koersen zit verdisconteerd. Maar liefst 78% is het daarmee eens. Eddie Schekman, onder andere hoofdredacteur van cashcow.nl, zal iedere week dus op boelen.nl een nieuwe stelling deponeren. En de stelling van deze week luidt... Satya Nadella is sinds begin deze maand 5 jaar bestuursvoorzitter van Microsoft. Doet hij het goed en mag hij aanblijven? Ik denk van wel. Als je kijkt naar de koers, dan zie je dat die van Microsoft in 5 jaar tijd met 174% is gestegen. Terwijl de Dow Jones in dezelfde periode met 63% is toegenomen en de Nasdaq met 79%. Satya Nadella mag aanblijven. Wat zeg jij? Eens of oneens? Ga dan naar de link hierboven en stem. Wil je nou meer van dit soort stellingen of beleggingstip? Ga dan naar www.boelen.nl, word lid en volg ons op social media.